moet je dat nummer laten liggen. Dan moet je dat even laten rusten. En daarna verder schrijven als je voelt van, het komt. Nu, dames en heren, op een gegeven moment waren wij in Parijs. Wij moesten daar spelen in de Stade de France. Dat stadionnetje daar in Parijs. En, in één keer kreeg ik telefoon van Jean Moulin. Weet er iemand wie dat Jean Moulin is? Meneer, weet jij wie dat Jean Moulin is? Wie Jean Moulin? Kent het die? Je kent hem niet? Nog nooit in Parijs geweest? Nee. Oké, dan kun je hem niet kennen. Oké, is er iemand anders van de mannen? Jongens, ken ik helemaal Jean Moulin? Jean Moulin, ken jij die? Ja? Al in Parijs geweest? Ja, maar wel, dacht het al. Jean Moulin is de baas van de Moulin Rouge, dames en heren. En die belt mij en die zegt, Camille, c'est Jean ici. Tu peux venir une fois au Moulin Rouge, parce que remonke et un peu zattekes sur le trottoir. Ik weet het, die spreekt ook niet zo goed Frans voor een Frans. Nu, ik kom daartoe aan de Moulin Rouge. En wie ligt er daar op de trottoir? Onze Ramon. En die ligt daar van alles te brabbelen. Wat zeg je, Ramon? Ramon. Bon. Oké. Dus ik kom aan de Moulin Rouge. En ik vraag aan onze Ramon. Ramon, wat zeg je allemaal? Wacht eens. Zeg nou iets, Ramon. En toen miste ik het, dames en heren. Toen was ons nummer geboren. Ik had het gehoord, onze Ramon heeft het refrein geschreven. Ik zou zeggen, hier allemaal op de markt in Antwerpen. Haak bij elkaar, lekker in met jullie armen. En we gaan van links naar rechts vliegen, want we zijn vertrokken. Zijn, drinken.